Ja, dan zit ik dat zo te lezen. Ja, met koeienletters, hè, in de krant. Ja, aangifte gedaan. Tegen Danny de Munk. Tegen de Siske zelf, ja. Aangifte. Voor verkrachting. Ja, gelijk dat woord ook al. Verkrachting. Ik bedoel, dat is al... weet je. Dat is al zo zwaar gelijk. Maar goed... De Siske krijgt allemaal de kleren. Ja, die zit ineens in de allergrootste problemen. En ik heb niet zoveel met Danny de Munk. Ik heb ooit heel vroeger eens een keer één keertje gesproken. En verder niet. Ken hem niet. Ik weet er allemaal niks van. Ik zit daar alleen naar te kijken naar dat krantenbericht. En dan denk ik bij mezelf, goeiedag zeg. Dan moet die mevrouw die dat... gedaan heeft, die aangifte doet, die moet dat dan wel heel zeker weten, niet dan? Ja, 15 jaar geleden, hè, hebben we het over. 15 jaar geleden. En toen deed ze de mond niet open, toen werd er niks gezegd. Nee, toen zat ze dus kennelijk in die musical van Siske de Rat. En toen heeft waarschijnlijk onze Siske, bijgenaamd Danny de Munk, die heeft dus dan misschien met de handjes even... op de verkeerde plek gezeten. En dat heet dan gelijk ook weer aanranding, verkrachting. Dat was zwaar allemaal. Maar goed. En dan denk ik alleen maar, ja. Dat moet je wel heel zeker weten, mevrouw. Want kijk naar die affaire met Amber. En kijk naar die affaire met Johnny Depp. Weet je nog? Dat hebben we nu net allemaal gezien. Dat een man zich gaat verdedigen. Dat een man zegt... van, ja, hallo. Dat kan je allemaal wel beweren. Maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Met die Depp tegen die Amber. Ja. En iedereen dacht van, nou is die Depp de pineut. Nee, die Depp die ging er vol in. Die zei, wat godverdorie. Ik vecht van me af. En ik bijt van me af. En eigenlijk in het verleden werden mannen... nooit op dat gebied geloofd, want dit was altijd het voordeel van de twijfel, ging bijna altijd naar die vrouw toe. Ja, en Depp heeft nu aangetoond dat mannen ook wel eens gelijk kunnen hebben. Dat vrouwen ook wel eens gewoon kunnen liegen. Ja, dat kan gewoon, ja. Kunnen gewoon zomaar uit hun nek leuteren. Dat kan. Dat is nu bewezen. Ja, en daarom is het allemaal zo gevaarlijk, vrienden. Daarom is het zo link. Wat er nou gebeurt... rond onze Siske bijgeraamd Danny de Munkrat. Ja, wat, ja, hoe moet dat nou? Wat stel je nou voor? Die de Munk die zegt, Danny, bijgeraamd de Rat, die zegt... Ik heb er niks mee te maken, ik weet er niks van, ik heb het niet gedaan en hou ermee op. Ja, dat zegt de Siske. Maar ja, en stel nou dat hij straks wordt vrijgesproken. En stel je voor dat die rechter zegt, nou, meneer Danny, u hebt wel gelijk. Ja, dan heeft die mevrouw nu wel enorm veel schade aangericht. Want nu staat het, wat ik net al in het begin zei, met koeienletters. Aangifte gedaan voor verkrachting. Ja, en dan is die hele carrière van Siske en Danny, die is in één keer helemaal naar de knoppen. Dus, dames, nogmaals. Ik verzoek jullie. Oh, wees voorzichtig.